Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij deze nieuwe video Lord of the Rings Online. Een fantastisch spel. Nou, het ziet er gewoon al fantastisch uit, toch Gio en Robbie? Geweldig! Ja. Geweldig! En we gaan na het intro deze heerlijke game spelen. Oké, people, let's go to work. Nou, we kunnen in dit menu kiezen uit een aantal karakters. Een man, een dwarf, een hobbit of een elf. En weet je, heb je een beetje uitgekomen wat jullie willen kiezen? Ik ben een elf. Ja? Oké, okay, een hobbit. Ja, wij kiezen toch een hobbit, denk ik wel, Roy? Of nou ja, ik weet niet wat Gio kiest. Ik vind de hobbit wel heel leuk. Ik vind de hobbit er heel grappig uitzien. Ja, toch? Ik vind het er leuk uitzien. En dan kunnen we ook nog een klas selecteren, want bij zo'n karakter hoort natuurlijk een class. Ik zie een warden. Dat is volgens mij een... Ja, wat is dat, een warden ook weer, Gio? Ja, een warden is normaal een gevangenisbewaarder, maar dat denk ik niet dat hier het geval is. Nee, ik denk dat ik een guardian neem. Ik ben nog aan het lezen bij die class info. Ja, ik denk dat ik... Oké. Okay. Ik ga voor guardian. Ik ook, ja. Oké, okay, continue. Lelijk gezicht. En onze naam. Nou, wat zullen we doen? Frodo. Sowieso. Waarom kan ik nou geen hoofdletter? Frodo! Ik kan geen hoofdletter meer doen. Waarom kan ik niet? Hoe schrijf je Baggins? B-A-G-G-I-N-S? Ja. Oké, okay, hij past precies. Oh, ik ben... Your name, your select is already in use? Ja, duh. Hoe kan dat nou? Da Vinci al Baggins aan elkaar. Waar zit iemand Da Vinci al Baggins? Echt? Dat kan toch niet? Nou, we moeten sowieso het poppetje nog maken. Dus ik ga even kijken mijn haarstijl. Jongens, Gio, heb je het gezien? Kapsel, haarstijl option 2. Oh god. What the hell? What the fuck? Er zitten hele rare kapsels bij, joh. Ik kies een beetje sexy man, want vorige keer in de game Wulin heb ik het een beetje verprutst voor Roy. Want die vond me ineens spontaan lelijk. Wood elf. Spontaan of? Echt spontaan, hoor. Oh, oké. Okay. Zo, skin color. Een beetje licht tint. Haarcolor wordt een beetje bruin. Wat is dit dan? Oh, de stevigheid. Ik ben wel echt een stevige hobbit. Zo. Create. Ja, ik ben er. Serieus, Da Vinci al... Baggins was al in gebruik. Echt. Wat de hel. Oké, okay, dit is mijn poppetje. Een heel lelijk gezicht. En bij mij valt wel mee, hoor. Ik heb wel een beetje een buikje. Ik heb wel een klein beetje een buikje. Maar we gaan enter Middle-earth. We gaan binnentreden in het universum van Lord of the Rings Online. Ik ben echt heel erg benieuwd. Tom. Ja, en het spel is redelijk oud, heb ik begrepen. Kwam volgens mij uit 2007, maar was vroeger maandelijks betalend. Dus je moest elke keer betalen uit mijn hoofd. Wat ik weet nog wel, toen ik vroeger de game probeerde, toen moest ik betalen. En daar had ik nog niet zo'n zin in. Je had een probeerversie, weet ik nog wel. Oké, en Roy, je hoort op de achtergrond typen. En ja, maar ik krijg je naam en Roy Kutsen is zelfs al ingebruikt. Nou ja, dan moet je je naam korter maken. Roy met 3 E's of zo. Ja, dat lukt ook niet. Nou ja, zeg. Nou ja, probeer wat. Ik ben in game. Ik zit in een bepaalde plek. Ik ben bijna klaar met loading, volgens mij. Oké, camera of movement. Ik hoor iemand praten. Ja, zie ik jou al? Waar ben je? Ben je al gaan lopen daar? Zitten we in... Jongens, voor de mensen die mee willen spelen of een keer gewoon dit spel willen doen. Wij zitten in de Arkenstone server. Dus als je het spel onder in de beschrijving kijkt, kan je registreren. Dan daaronder staat een downloadlink. Of doe het liefst via Steam. Dat werkte bij mij beter dan via daar. Maar je kan het ook via daar doen. En dan kan je dus de game gewoon downloaden en spelen. En wij zitten in server Arkenstone. Ik zit nou echt in Hobbitland. Kijk nou. Ja, we zitten in de Shire hier. Ja, Bounder Boffin. Continue quest. Echt maar, waarom? Ik heb Robby Kruts en Robby en dat werkt nog niet. Doe Robby met 3 E's. Dat lukt helemaal niet. Ja, probeer dat kan wat. Gewoon niet. Maak een niet te lange naam, dat heb ik ook gemerkt. Misschien dat het niet te lange naam. Ik weet nog wat heeft Gio voor naam? Ik heb Gio. Oké. Okay. Nou, je zou toch wat moeten proberen, Robby. Oké, okay, ik heb een hatchet en een loot al. Oké, okay. Ik heb wat geloot.
Maar ik zie jou niet in games, joh. Nee, ik zie jou ook niet inderdaad. Dus ik weet niet, maar ik heb nou wat dingetjes gepakt. En ik weet ook niet hoe je dat kan inventory, even kijken. Wordt dat dubbelklikken? Ja, ik denk dat ik die dingen nu aan heb. Denk ik. Practice your skill with a weapon on Bouncer Buffet. Oké, moet ik aanvallen met rechtermuisknop. Right click on Bouncer Buffet to target him. Left click on the skill icon. Oké. Oké, daar moet ik op klikken. Invalid target. Ja, ik moet recht op je. Oh. Oké, ik moet hem aanvallen. Gaat hij al dood? Ben jij ook aan het aanvallen, Gio? Nou ja, ik heb die dingen gepakt, maar hij zegt nog niet dat ik moet aanvallen. Ja, dan moet je even rechts met hem praten, of anders linker muisknop. Oh ja, je moet op continue klikken nu. Oké, we horen wat aan de road. Iemand komt eraan, is dat Gandalf? Frodo! Echt? Ja, Frodo komt eraan. Met Sam. Kom nu ook naar binnen. Poor Sam, you never have a peaceful meal again. Hallo, who's this? Hallo, is dat Frodo? Kijk die voetjes! Oh, ik zie ze, ja. Oh, wat maar leuk. Zijn ze nu ook? Hallo, ze zwaaien ook, hè? Frodo Baggins. And there are my fellow travelers. Strange, but it's a lovely night for us. For an... Dat ging te snel. Wow! Er flitst ineens wat, joh. Nice. Oh jee, daar gaat het gebeuren. Ja, je zit even alleen. Dadelijk kom je met elkaar in de server, denk ik. Eerst een tutorial, denk ik. Oh jee, daar gaat het gebeuren. Mr. Frodo, what are you waiting for? Oh jee, wat komt eraan, joh? I'm coming, Sam. Oh, het oog! Oh, wat? Oh jee, Black Rider. Where is Baggins? Black Rider komt. Little fools. Oh shit, 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 shit. Hij gaat me zeker aanvallen. Zitten jullie al samen? Nee. Nee, nog niet. Dat zei ik net, dat is een tutorial, Roy. Je komt dadelijk wel samen in het wereld. Let's get out of here. I'll get this door open and we can cut through. Oké, we gaan door deze deur. Oh jee, daar is een wood spider. Oké, die gaan we aanvallen. Even kijken hoe dat gaat met het aanvallen. Vind ik heel apart gedaan. Oh, rechtermuisknop. Oké, cool. Nou, dit is dus weer een MMORPG. En dat wil dus zeggen dat je questen gaat doen om zo je poppetje sterk te maken. Denk natuurlijk aan de bekende Guild Wars of World of Warcraft of noem maar een aantal grote games. En er zijn talloze van zulke games, maar dit is natuurlijk helemaal gebaseerd op, Lord of the Rings. Je dacht dat ik Bas in Adriaan ging zeggen, hè? Nee, het is niet gebaseerd op Bas in Adriaan. Oh, niet? Ja, een beetje wel. Zou je niet zeggen? Oké, we hebben nu twee spinnen vermoord zoals je hebt gezien. Dat was de quest. En nu gaan we verder. En dit moet je ook een beetje zien als een tutorial hoe alles werkt. We moeten een sleutel vinden. Oh, hij heeft hem al. Zo, hoor hem lachen, joh. Hij is helemaal... Nice. Mercy me. Mijn naam is Stagafil. Wat? Oké. Okay. Nice. Ik moest zijn naam en toen heb ik maar op random... Nice. Random nice. Ja, random nice. Oké. Okay. Ben ik Tagafil. Nou, beter iets dan niets, toch? Echt? Want iedereen heet Robby. Oké, je moet de linkermuisknop dubbel klikken. Dan wil je met een beest gaan vechten. De vierde attacking spider. Ik denk dat ze van boven komen of zo. Ik zie nog niet echt spinnen. Even kijken hoor. Ik hoor wel een spinnetje. Waar is die? Oh, daar. Hallo. Nou, zoals jullie dus ben ik best wel sterk. Gaat amper leven van mij af, gelukkig. En ik heb 3 bags, zie ik. Die sluit ik even, om wat mijn inventory een beetje kleiner te maken. Hoe lukt het met jou, Gio? Gaat goed, ik ben een spin aan het slaan. Ja, toch wel? Misschien kunnen we elkaar eventjes zien dadelijk. Hoop het.
Ah, at last, zegt hij. Ja, goed zo. Nou, tof. Follow Bounder. Ik moet nog steeds volgen. Hij denkt dat we bijna safe zijn, dus dat we veilig zijn. We gaan weer door een deur. Drama. Many stories in Middle-earth will unfold before your eyes. Be sure to pay attention to their events to gain insight into the quest. Oké. Okay. We did it. Okay. There's a road ahead. 2 van de 3 spinnen dood. Nice. We're being chased. Oh jee. Het zijn 2 kleine hobbits. Hobbitsen. Hobbitjes. Hobbitsen. Ze vragen van, ze zijn achterna gezeten door iemand en wij vragen van, hoe zagen ze eruit? Bij brigands. But there are spies behind the door. There's a terrible horseman on the road. We only just escaped. Oh jee. Ja, die Dark Rider, hè? Die zijn toch... Wow! Kijk dan! We gaan door de volgende deur. Oh! Oh jee. Bounder is geslagen, hè? Oh nee. Oh shit. Dan gaan ze mij aanvallen, hè? Oh jee. Ze slaan nu iedereen nog koud hier. Wat moet ik doen? Moet ik ze vechten, denk je? Oeh! Oh wow, hij komt gewoon op me af en uit het niets, hè? Oké. Okay. En ik zit in de prison. Oh jee. Het is donker. Ik zie hier 2 mensen staan. En dat is Brigand. En die heeft me net inderdaad in de gevangenis. De door. You're not permission to do that. Wat kunnen we doen, jongens? Kunnen we die door? Oh! Hobbits seem to turn up in the most unlikely places, Bounder Boffin. Yes! Goed zo. Oké, we moeten met de... Follow Strider. Oké, cool. We moeten hem volgen. En Strider is... die helpt ons uit de gevangenis, gelukkig. Het is allemaal een beetje te snel misschien het verhaal. Maar ik let ook niet helemaal 100% op, moet ik eerlijk zijn. Ik wacht net zo lang totdat we eindelijk in de hoofdstad komen. En dat we met Gio samen in de game zitten. Want Gio, je hebt ook gekozen voor Arkenstone, hè? Ja. Oké, en Roy ook, hè? Ja, ja, ja. En deze stad kan ik nog wel herinneren. Dat in het begin van het spel kom je in een brandende stad. Oh, Black Rider. Waarom is hij serieus zijn zwaard aan het slaan? Oh. Wow. Oh, er gaat leven af. Er gaat serieus leven van me af. Ik weet niet waarom. Kom, hobbits. Het is safe now. Follow Strider. Kom, hobbits. Oké, zij zaten... Nog meer hobbitsen. Kijk, joh. Wat een kleine dwergjes. Wat is hij nou weer te doen? Wat doet hij? Die gozer zit helemaal met zijn handen. Voor mij... Deze man wordt dirigent later. Sowieso. Nee, echt waar. Mundo Sackville Baggins. Dat wordt serieus een dirigent later. Of hij heeft... Hoe noem je die ziekte? Dat je heel te beweegt. Hoe heet dat nou? Hoe heet dat nou? Wat bedoel je? Die ziekte je moet bewegen altijd met je handen en zo. Niet ADHD, maar die andere. Ik weet het niet meer. Nou, laat maar. Jullie weten het niet. Jammer dit. Oké. Wounded by a black rider. The ranger Amnir escaped with his charges into the wild, making his way back to the village of Archet. There, Captain Brackenbrook, a retired sellsword, has allowed Strider and his companions to stay and take respite from their cares. Ik vind dat wel vet, joh, dat je in die laadschermen krijg je ook filmpjes te zien. Ja, ik zit naar zo'n filmpje te kijken. Ben ja. Ook, ik ben nou in de stad, ga ik heen, als het goed is. Waar ben jij, Roy? Ik weet niet, ik sta bij in een besneeuwd gebied. Oh, je bent natuurlijk een elfje, ja. Je bent in een heel ander gebied nu ook. Ja? Je hebt beter een hobbit aan moeten maken, ja. Oké, ik ben nu in de stad en ik denk dat ik dadelijk Gio wel kan...
New quest, intro, Strider's Charge. Ik ga gewoon hier wachten. En ik denk dat Gio er dadelijk aankomt. Hier zitten inderdaad andere spelers. Daarom hier is al een gast die heet Rodegmal. Even kijken hoor. En dat is inderdaad... Hey! Maar kijk eens. En Gio heeft ook precies dezelfde kleding als mij gekozen. Hallo. Oh, klas natuurlijk. Hallo. Maar ben je klein? Ja? Nee, jij ook? Ja? Je bent ook niet heel veel groot, hè? Maar hij wel. Ja, hij is al... Aardig maar waar zijn hobbits? Kan ik niet zitten? Oh, met C kan je wel iets doen. Oh jee, je hoeft ja, op je correcte paneel. Karakter shit. Oké, wat moeten we doen? Ik weet niet, zeg maar. Hier staat wel een ring voor. Continue quest. Ik weet niet, ik heb een quest geaccepteerd, maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen bij die quest. Learn Strider's Charge. Learn why Strider is torn. Kijk, wat staat hier wel bij? You shall speak with Strider. For Amdir implied with Strider's need is more... Oké, we moeten Strider zoeken. Oh, die staat hier. Die staat er gelijk naast. Echt, hè? Choose one. Even kijken wat we kunnen een armo kiezen. Deze is wel... Maar dan ben je level 5, vermoeien je zo. Item level 5. En deze, 5. Oké, we moeten er toch één kiezen. Perhaps you can help, my friend. Talk to Captain Brackenbrood in Archet. Nou, dan gaan we hem zoeken. Ik weet niet waar die zich bevindt. Maar we hebben rechts een mapkaart, zie ik. En ik zie hier Captain staan. Tof. Hey Gio. Je kan toch springen voor een hobbit? Ja, jij ook. En wat voor stadje is dit dan? Want we zijn in een stadje beland, zie ik. Ziet er wel gezellig uit. Ja, die man kijk, hier, die zat niet kan met spelen. Een gitaar. Ja, die kan niet spelen. Moet hij nog geld hebben ook? Nou, wat dat ligt daar dan? Mij, hoor. Wat ligt daar dan? Oh, kijk nou, hoe lief. Een vogeltje. Een shotty. Kan je zwaaien, hè? Slaan. Kan je niet zwaaien? Ik ben benieuwd. Ja, kijk! Hi! Ja, leuk, joh. Oké, ook dansen. Slash dance. Ja, gelijk. Wacht. Ja. Oh, dans op de muziek, kijk! Ah ja. Even voor hem staan, kijk, dat vindt hij leuk. Zal hij leuk vinden, kijk, zal hij waarderen. Oh, kijk, die kat hier. Zie je die ook? Oké. Met een kat achter je. Oh! Wat doet die? Ligt in coma? Hij gaat op de grond liggen. Lekker. Kan je hem slaan? Nee. Hey, ik ben lekker aan de... Noem je dit dansen? Geen slaan. Ja, het is alleen maar klappen. Klap in je handen, dat noem je toch geen dansen, hè? Ja. We zien ja. Handjes, blij. Gio, kom eens met je hoofd tussen mijn handen. Kijk, waar moeten we heen? Met die mensen praten met zo'n ringetje boven de hoofd. Ja, inderdaad. Oh, this is intolerable. Zo. Ik heb geen zin om al die tekst te lezen. Je ziet die ringetjes zie je ook op de map. Ja, maar kan je uitzoomen dan? Die mapkaart? Oh, die pussy! Kijk, hij is wakker. Oh. Hij zei mouw. Hij zei woef. Echt waar? Ja. Volgens mij is hij ziek. Hij gaat naar die man toe. Hij gaat voor hem staan. Maar bij mij ligt hij gewoon hier op de grond. Oh. Nee, hij is al als een miauw en ik liep er naartoe. Oh, hij likt. Oh, ik heb het nieuwe armor aan. Kijk. Ik heb best wel een buikje hoor, volgens mij. Nou, laten we verder zoeken, Gio. Kijk hoor, kunnen we... Oh, kipjes hier ook. Ah ja, kip. Hier loopt het ook. Volgens mij moeten we de andere kant op, hierheen. Ja, ik zie nog meer dingetjes. Gezondheid, Roy. Er staat ook zeg maar een pijltje op de map richting die, die ringen. Dan kan je zien dat je hierheen moet. Oh ja, een pijltje ja. Hey, maar volgens mij staat er een pijltje op de mapkaart. Dat je weet maar van... ik denk dat er een pijltje op de mapkaart staat. Oh ja. En dan weet je zeg maar waar je heen moet. Ja. Oh, dan moeten we naar die kant. Oké, ja. Ik weet niet waar je heen bent gegaan, maar ik ben er. Oh ja, ik heb een andere iemand. Ik denk dat jij daar staat. Ja. Kom maar aan. Is dat die grote? Ik ben gelijk doorgelopen, jij. Nee. Daar zo. Intro, continue quest. Nou, dat gaat goed zo. Moeten we nog eentje doen? Ja, nog een ring zie ik. What can I do for you? What can I do? Can I do something for you, Gio? Can I do something? We moeten naar Strider. Strider, we hebben met iedereen gepraat. We hebben meer informatie, want hij is zelf te kreupel en te lui om daar naartoe te gaan. Echt, hè? Nou, dan kiezen we nog maar even finish. Dan hebben we een nieuw item. Zo, die heb ik aangetrokken. En ik ben level up, of niet? Zo. Oh, het snelt gelijk. Oké, cool. Oh, ik ben level 2, jij ook? Ja, kijk. Ja.
Vervet. Wow. Nou, allemaal level 2. Pardon? Wat losers. Ja, echt hè? Ja, moet je mond houden. Ja, jij bent een elf. Die elfen die hoeven maar... Ze geven die elfen geven ze gewoon levels uit medelijden, omdat ze zo stinken. Stinken, ja. Al rij je op een kat, dan krijg je al een level erbij. Wij moeten zeg maar voer gaan halen en hem helemaal verzorgen, maar jij kan erop rijden. Strong shield. Weet ik niet. Ja, dat weet ik niet. Kijk. Oh, kijk. Intro, a strong shield. Ik denk dat we toch nog steeds in de stad moeten blijven, of niet? Ik denk het ook. Want ik denk dat schild, dat moesten we halen toch bij die smitten daar. Want die man maakt schilden, denk ik, daar. Die ook lief. Hij is wel bezig met het maken van iets. Of met hem praten? Ik weet niet, wat is de quest in principe? Trouw. Je hebt twee intro-questen. Strike the training dummy with shield swipe. Oké, je moet shield stripe doen. Maar wat is shield stripe? Waar ben je? Ik ben je kwijt. Oh, je moet naar de dummies. Ik weet niet waar die dummies staan. Oh, ik zie al. Wat zijn jullie namen? Dummy. Training dummy. Daar vind je staan. Oké. Een Geo. Oké, hoe gaan we die... Een Geo met... G-I-I-O-W, zoals normaal. You struck the training dummy with shield swipe. Oké. Ik heb shield stripe gedaan of zo. Oké. Dan kan ik met hem praten, denk ik. Toch? How can I be of service? Ik kan wel een nieuw schild aan hem vragen, maar die heb ik al. Wacht, ik neem een nieuw wapen. Deze Wooden Axe. Heb ik die nou? Greetings. Kan ik hem niet accepteren? Ja! Ik heb hem geaccepteerd. Het is een vrouw, hé? Ik weet niet wat ik moet doen. Je moet strijken, je moet die training dummy aanklikken. Twee keer. Ja? En dan moet je met die drie moet je indrukken bij shield swipe. En dan doe je hem shield swipen. The skill cannot be used. Dan moet je eerst aanklikken en dan bij hem staan, ja. En dan zie je op een gegeven moment dat je... Ja. Ik heb een nieuw schild. En ik heb een nieuw zwaard. Zo. Nou, dat is mooi. Dan hebben we nog een quest. Honing your skills. Honing. Honing. Talk to Strider in Archit. Oké, ik ga naar Strider. Ik zie je daar, Jim. Oké. Even kijken of je in de mapkaart kan klikken. Nee, dat gaat niet. Jammer. Zoom to mapkaart. Oh, je moet rechts klikken. En dan zie je de mapkaart. Wauw. Oh, dat ziet er vet uit. The Archer. Kun je nog uitzoomen? Right click on map to zoom out. Rechts klikken. Zo! Wow, dat is groot. Nee joh! Zo! Damn! Dat is echt huge, jongen. Ja, die mapkaart is echt niet normaal. Damn! In what you have learned? Oh, wat? Groot, hè? Yo. Dat is geen kleine map. Ja. Dat is geen kleine. Hoi, inderdaad. Ik ben ook level 3 hoor, Gio. Als je gewoon met die vrouw praat, dan zijn wij net als Roy level 3. Wij hebben er iets meer moeite voor gedaan, zeg maar. Ja. Roy die is alleen maar rond gaan lopen en die kreeg al een level. Ik wacht op jou bij de poort, want ik denk dat we de poort uit moeten. Want we moeten gather kingsful leaves to treat Amdir's wound. Oké, die man heeft dus een wondje en wij gaan die behandelen met geezalf. Kom je hier, Gio? Kunnen we elkaar niet in een... hier. Friend. Add to friend. Ik heb jullie al geadd. Is dat zo? Als het goed is. Nou, ik accepteer je niet. Kun je adopteren? Waarom adopteren? Zou ik willen? Ja, dat staat er. Oh my god, adopteer mij. Kunnen we niet in een groep? Dan ben ik ervan. Oh ja, fellowship is dat volgens mij. Invite. Ik kan niet jullie inviten. Accept. Yes. Ja. Kijk. Oké, nu ga ik Roy proberen te... Nee, ja, dat gaat niet, want ik zit in een ander ding. Oké, laten we Roy maar... Nou, hebben we de mapkaart gezien, Roy? Wat? Heb je de mapkaart gezien? Moet je rechtsklikken op je radar? Ja. Oh, heb je ook gezien als je hem uitzoomt? Nee, dat nog niet. Moet je eens doen. Wacht even, ik kijk zo. Ik ga die wolf aanvallen, Gio. Oké. Ik ga Roy proberen toe te voegen. Ja, zo, die gaat snel dood. Oh my god. Wie is Dorneo? Hoe heet jij? In de game, Roy? Daga veel. En dat spel je? T-H-A. G-A. En dan veel. Met F-A-I-L. Wat was de eerste letter? Ja. Veel. Wat was die? Leut. Bleut. Oh, yo. Ha. Oh, ik zie die man staan hier. Mag jou niet inviten. Mooi zo.
Kandler Kop. Wie is die man? Hij heeft een baard, hij is baas. Defeat Wolves Around Bronze Folly. Maar we moeten ook... Oh, dat heb ik net gedaan, zeg maar. Oh, kijk die schapies. Slacht ze. Allemaal rovies. Nee, dat doe ik niet. Oh, je mag ze niet doodmaken. Moeten wolven. Ja, maar hij is een schaap. Wat is een wolf? Hij heeft een schaapzetter, is die, hè? Kind. Hij eet die op, hè? Dat doen schapenzetters, hè? Schapenherden die... Oké, één van de vier wolven. Maar hoe kan ik ze looten? Ik kan eerst looten. Oh ja, ook, dat was ik ook even vergeten. Als wij in een party zitten, dan... Als jij een wolf kilt, dan telt die ook voor mij. Oké, cool. Als het goed is, krijg je er nu één bij. En nu twee van de vier. Nee. Jawel, kijk maar in dat menuutje rechts. Nee, ik heb nu pas twee van de vier, hoor. Zie ik nu. De vierde wolf. Ben je niet op die schapen aan het munten? Nee. Maar ik krijg het er niet bij. Misschien moeten we bij elkaar in de omgeving staan, dichterbij. Ik ben nog ver naar achteraan aan het gaan. Ik ga namelijk naar de Crawling Duskwolf vechten. Die is namelijk level 2. En die is wat sterker, dus daar krijgen we iets meer XP voor, denk ik. Dit is echt wel een verslavend spel, joh. Ik vind het is World of Warcraft, maar dan gratis. Och. Guild Wars lijkt me ook wel vet trouwens, Guild Wars 2. Ik weet niet of mensen ervaring mee hebben, maar altijd comments zetten in de video. En ja, dit wordt een lange video. Lekker een... langere gameplay. Defeated the Wolf. 404. Oké, we kunnen de quest inleveren. We hebben 4 van... Ik vind de omgeving wel heel mooi trouwens. Heb je ook gezien dat de plantjes bewegen als je er overheen loopt? Nou ja... Het hele bos gaat heen en weer als je er langs komt, maar... De bomen vallen spontaan om, zeg maar. Ja, echt hè. Nou, het ziet er heel apart uit. Het ziet er wel leuk uit. Je moet ook iets van blaadjes verzamelen of zo. Blaadjes? Ja, blaadjes. Blaadjes. Nou, ik denk dat ik daar wel iets zie. Oh, nee, dat is iets roods daar. Ik weet niet wat het is. Ja, ik ben niet door dat veld heen aan het lopen, maar... Ik weet niet wie dit is. Blacks. Dat is een mannetje. Ik wil hem best wel vermoorden. Oh! Zo! Kijk hoeveel leven ik heb, jongen. Ik ben best wel sterk, joh. Oh, je hebt iets afgeslacht volgens mij. Ja, klopt. Hoe weet je dat? Ja, daar krijg ik 9 XP voor. Oh, serieus? Ja. Netjes. Ja, er is soms een vent in het bos. Een vieze pooier. Ik denk, maak hem gelijk dood. Kom toch langs. Kijk hoor. Ja. Kleine moeite. Oké, ik heb die quest. Heb jij hem voltooid, die quest? Ik kan hem niet inleveren bij hem. Nee, ik ook niet. Ik kan alleen maar op oké klikken. Ja, ik ook. Oké. Even kijken hoor. Search a top bronze wolf folly for the source of the wolves. Wolves can be found near Edgert. Er staat, Strider would like you to earn the favor of Captain Brackenbrook if you can, so you can find yourself offering your aid to the loyal soldier. Kijk eens op de map. Ja? Dan zie je als het goed is een ring staan op de map. Ik denk dat we daarheen moeten. Die rode ming. Brown is folly. Ja. Is goed. Daar staat een ring. Ik denk dat we daarheen moeten. Nee, maar ik denk dat we die naar die ring moeten, hoor. Ja, het zou best wel mogelijk kunnen zijn dat als je op M drukt en je ziet daar een ring staan, dat je daar zeg maar naartoe moet. Hey Roy? Ja? Heb je al op de mapkaart gezien? Ja. Hoe groot die is ook als je uitzoomt? Ja. Voor hem niet groot. Ja. Zeg je? Echt niet normaal, jongen. Kijk hoe groot het is. Hier lopen wij. En kijk hoe... Past. Oh my god. En ook allemaal uit Lord of the Rings ook, hè. Wauw. Hey, een plantje. Kingsfall plant. Die ga ik even plukken. Ja, heb ik ook gedaan hier net. 1 van de 4. Mijn plantje is hier. Weg. Nou, daar staat er ook een. Oh, nog meer. Oh, mijn. Vol. Mijn. Deze is voor mij. Mijn. Mijn. Nee. Mijn. Dit is voor mij. Minecraft. Minecraft. Ook voor mij. 2 van de 4. Oh, nice. Ik vind het echt een leuk spel, jongens. Ik denk dat ik dit meer ga spelen. Ja, ik heb er 4. Ja, ik ook nu. Oké, dat hebben we gedaan nu. Moeten we even naar boven? Ik zie nog een vlag erbovenop. Wat is dat dan voor iets? Ja, weet niet. Ik ga er wel naartoe. Ja, ik ga naar de vlag. Jammer dat Robin bij ons is. Maar is dat gewoon een plek dat je... Robin, waarom ben jij er nou niet? Vind ik jammer. Ja, ik ook. Deze Stranger Banner top de stairs hier. The wolf master approach him. You must defeat him. Holy shit. Is het een baas? Oh, die man. Hallo, meneer. Ik ga je helpen.
Zo. Slaat hem in elkaar. Ja. Ik weet niet hoe je hem loot. Ik weet niet hoe je zo iemand kan looten, maar... Oh, en hij is weg. Oké. Okay. Okay. Ik denk dat we weer terug moeten. Denk je? Denk het wel. Was dat de baas? Oké. Okay. Dat was moeilijk. Oh. Ik denk dat ik ga eten. Ga jij eens even eten? Nou, dan knippen we gewoon de video, jongens. We gaan komen zo bij je terug. Tot straks. Tot zo. Zo, en we zijn weer terug. We zijn weer helemaal gekker dan ooit, toch, Robbie? Gio is even stiekem eten, dus ik ben dan even stiekem even aan het levelen. Nou. Dat hij dadelijk terugkomt en hij denkt van, level 4, Vince. Echt, zo. Ja, nou ja, het gaat best wel snel. Ik ben level 3 al. En ik denk dat, meestal bij zulke games, ben je door questen eigenlijk wel wat sneller level up. Maar ik ga even de soort van, wat zijn het voor beesten eigenlijk? Ik weet het echt niet, ik ga eens inzoomen. Het zijn een soort van hele lelijke zwijnen of zo. En ik zie aan de overkant zie ik ook een meneer staan, ik wou een dame zeggen. Daar gaan we even naartoe, het is Blackwold. En die man gaan we even aanvallen. Our friends from the north are coming. Too bad you won't be around for the happy day. Gaat hij een beetje dreigen, hè? Van, wacht maar. Wacht jij maar, meneer. Wacht jij maar. Een Marchfly. Level 6, ik ga hem proberen aan te vallen. Hier komen een beetje de sterkere monsters. Ja, wie niet waagt, wie niet wint. Mijn karakter is best wel sterk, heb ik gemerkt. Kijk maar, ik heb wel genoeg leven op zich. En ik denk dat deze wel veel XP krijgt. Ik denk dat hij toch wel 30, 40 XP van dit monster krijgt. Jee, ik heb een cape. 27 XP? Oh, dat valt me nog best tegen, joh. Heb je een cape? Heb je die gevind? Ik heb een cape. Heb je die gevind? Ja, ik heb gekregen van een dwergje. Zal ik die aanvallen, Marchfly? Ik ga hem aanvallen. Oké. Okay. Hij doet best wel veel schade. Hè? Zeg maar, dat is ook makkelijk. Als je een naam rood ziet staan, dan raadt de game hem af om hem aan te vallen. Als hij oranje is, dan is het een beetje ertussenin. Dus dan is het eigenlijk een beetje jouw eigen keus. Hij kan sterk zijn, maar je kan hem wel op zich aanvallen. Nou ja, dat heb ik dus gekozen. Zo. 31 XP en ik ben bijna level up. Ik moet nog één monster killen. Kijk, die is level 5. Die Marchfly drone, die kunnen we makkelijk aan. Nou, daar ga ik ook even naartoe. Hallo, jongeman. Hij heeft geblokkeerd mijn aanval, zag je dat? Zo. Ik weet ook niet of Gio die quest al heeft ingeleverd. Oh ja, kijk eens. Nieuwe skills. Every level you may be granted new skills and passive abilities bedoel ik. As you gain levels, your skill increase in power and effectiveness with you. Dus we bedoelen daarmee, als je gewoon elke level up gaat of je wordt een hoger level natuurlijk, dan word je automatisch sterker. Dus dan kunnen we dit slepen. Zo, ik wil wat dingetjes weghalen, want kijk, ik kan het wel verkopen voor 1 brons, maar daar heb ik niet zoveel aan, joh. Kijk hoor, want wat ik nu aan heb is veel sterker. Dus ik gooi even die basisdingetjes uit mijn inventory. Deze zou ik wel houden, want die kan je verkopen. Nee, wacht, de Weak Mace, die is ook maar 1 brons. En deze was 5. Ja, die bewaak ik wel even. Ik weet niet hoeveel geld ik namelijk heb. Lotro Store, zie je hier. Er zijn wel nieuwe dingetjes, joh. Je kan ook dingetjes kopen, zie ik. Nou, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Maar ik heb nu, ik ga even bij de S kijken. Nee, bij de K van skills misschien, hier. Even kijken hoor, fellowship, passive. Ik zoek even of ik heavy shield, heavy armor. Weet je, waar staan die skills? Weet jij dat? Hier, dit zijn voor mij je skills. Guardian ward, sweeping cut. Oh, die hebben we al hier staan op de 5. Oké. Okay. Weet jij het, Romy? De mapkaart, we kunnen wel even kijken hoor. De B is van je wallet. Nou, we hebben 4 zilver. Nou, dat is wel lekker. Zo, dat is wel lekker hoor. De C is van character, dus kun je daar wat kiezen. Title, skills, juist. Oh, dan kom je hier. Oké, nee, tof. Dan kunnen we niet echt veel doen. Kunnen we ons poppetje nog een beetje upgraden. Met agility,
Even kijken, offensive punten. XP boost. Oh, je kan dingetjes kopen. Voor echt geld. Oké. Okay. Grappig. Power. Oké, okay, dus daarmee verdienen ze dus wat geld extra. Dat is heel slim gedaan. Want dat is gewoon, ja... Het is gewoon, als je een spel gratis neerzet, dan moet je dus een manier bedenken om geld te verdienen met zo'n spel. Want ja, die ontwikkelaars moet je betalen en... de mensen die bezig zijn met het spel voortduren natuurlijk om updates uit te voeren, om verbeteringen toe te voegen, die moet je allemaal betalen. En daarom moet je zo'n spel, dan ben je eigenlijk verplicht om kosten te laten linken. Kijk vooral bij Facebook. Hey! Gio! Ik heb staan wachten hier. Stiekem het. Kunnen we de quest inleveren? Volgens mij wel. Want we hebben hem net helemaal gedaan. Stouten, je bent ook level 4 geworden stiekem. Ja. Jij hoorde dat ik stiekem ging levelen. Ik hoorde heel stiekem dat jij ging levelen. Het heb je ook stiekem geleveld. Eigenlijk niet, eigenlijk ben ik gewoon net terug. Oh, maar je was level 4, je was net level 3. Ja, ik heb hier net een van die beesten afgeslacht. Oh, ja, oké. Okay. Nee, oké, okay, dan is het goed. Ja, oké. Okay. Okay. Dan zijn we weer allebei... goed, nou, finish now. Oké, okay, 82 XP. Complete. Intro the wolves. Dat is allemaal intro. No one will ever believe you, Guardian. You're a fool who think you can stop what's coming. Wat komt er dan, Gio? Kom jij eraan? Hè? Ja. Met je kijk maar, borst vooruit. Ik. Je hebt wel dik. Nee, je hebt een tieten, man. Moet je kijken, wat is er? Ik ben gewoon gespierd. Is dat spieren? Zijn het fucking borsten? Echt, hè? Tietspieren. Tietspier. Kijk of je ook kan uitzoomen, Gio. Dat is bizar, joh. Oké, okay, de quest. Intro Remedy of the Old Kings. Oké, okay, waar moeten we heen? Weet jij het? Striders in Town of Archet. Ik denk dat we naar Strider moeten. Ik denk dat ik denk dat we met die bladeren naar Strider moeten, hoor. Ja, maar toch heb ik het gevoel dat we naar Strider moeten. Oh, kijk nou. Ik loop over een hek. Ik kan gewoon op die hekken springen. Oh ja. Hekking. Kijk, daar komt iemand. Oh, dat is Rodegmal of Rohan. Hallo. Hallo. Zie je, Roby had ook nog een ander karakter kunnen zijn om met ons te kunnen meespelen. Want Roby, als je op M klikt, hoe heet jouw stad waar je bent? Misschien kunnen we even kijken waar Roby zit. Roby? Ja? Druk eens op M. Ja. Waar zit jij? Oh, wacht, ik zit even in een grot. Wacht, oh, ik loop nou, dan wachten we eventjes. Een draakgrot. Ik kies de blauwe. Ik zit in de berggrot. I cannot decide which is more. De berggrot. Berggrot. Ga even kijken waar dat is. Berggrot. Even kijken, rechts klikken. Doe eens één keer uitzoomen. Waar zit je ergens in de buurt? Wat? Met de rechtermuisknop op je de mapkaart. Ik zit in Torrens Gate in de buurt. Waar zie je dat ergens? Ik denk in de dat buurt? Wij er nog een keer. Bovenin staat dat. Hoe heet dat? Torrens Gate. Norrens Gate? Thorin. Waar zitten jullie? Wij zitten bij Brayland. Ga eens helemaal uitzoomen als je hele mapkaart ziet van Eriador. Ja. Ja. Nou, dan welke zit ik bij Red Lune. Hoe heet dat? Red Lune. Waar is dat ergens? Ik kan het niet zien. Links. Hoor. Helemaal links. Oh ja, helemaal links. Waar? Eriador zie je toch? Ja, Eriador. Bij de... Oh, Eret Loon. Eret Loon. Red. Oh. Oh nee, mijn poppetje staat net op. Het heet geen Red, het heet Eriador Loon. Zeg maar, ik weet niet of je kan lezen. Het heet Eret. Ja, maar Eret, mijn icoontje staat dus net op die E. Dus. Oh, oké, okay, Aap. En dan, waar ben jij dan? Ja, helemaal aan de linkerkant. Thorin Gate? Thorin's Gate? Ja, ook zie je hem. Ja. Oh, je bent in een sneeuwgebied. Wij zitten bij Breeland. Ja, dat is dus uitzoomd in het midden. In het midden zitten we, ja. Oh, jee. En dan zitten we in Archet. Dat is dat in het midden een beetje, dat dorpje. Heel cute. En als je daar dan inzoomt, zitten we in Archet. Ja, dat is ons stadje, zeg maar. Oh, cute. Oh. En we mogen een quest inleveren. En wat moeten we doen, Gio? Archet. Intro, the irrigation. Question Otto the Brigand about his ties to the Black Walls. Oké, wat moeten we gaan doen? Weet je het? Je zult kijken. Otto. Moet een Otto? Volgens mij. Oh, volgens ja, mij. Ja, oh, die is. Oh, kijk dan. Die is hier. Daar hebben we Otto.
Oh, die zit in de goede positie, zie ik. Zit hij daar lekker te sturen hier? Otto knows that Call the Cop is involved with the Blackwoods. Oké. Dat is die manier. Oké, dan moeten we doorgeven. Nice. Doorlopen. Nou, Captain, volgens mij zijn we wel een baas hoor, die Captain. Kijk, er staat nog iemand bij. Ampison. Oh, dat zou kunnen. Ja, we hebben een wovenkloot, kunnen we... Dokter, we moeten weer met iemand praten. Aan de overkant. Wacht, overkant. Zit wel hier in de buurt? Oh, hier zo. Twee ringen. Oh ja. Wat is een nieuwe quest? Mundo Baggins. Oké, we hebben drie questen nu. Nou, we kunnen vooruit. Drie questen kunnen we doen. Sweet bilberry tea, very empty belly and siege to the south. Het is jammer dat Roy niet mee kon doen. Dan konden we met z'n drie questen. Roy weer alternatiefje. Oh, nee. Ik dacht dan, we zitten vast en zeker bij elkaar. Nee, ja, meestal niet. Meestal zo. Kijk maar, nou, juist niet, want je hebt een andere ras. Tuurlijk niet, een andere ras kiest, zou je. Dan zit je in andere dingen. Maar je had ook gewoon een... En ik zat gewoon... Je had ook een vrouwelijk karakter kunnen kiezen. Of in de Hobbit. Maar ik wil geen Hobbit, jullie konden ook gewoon een elf kiezen. Nee, elfen stinken. Elfen zijn fucking baas. Hobbits zijn cool. Jullie zijn stomme vieze hobbits met harige grote voeten. Hobbits... Wat is daar leuk aan? Ze hebben gewoon schoenen aan hoor. Nee. We hebben gewoon schoenen aan, Roy. Jullie... Ja, wij hebben schoenen aan. Jullie zijn hobbits met schoenen. Wij hebben schoenen. Godverdomme. Gio, weet je dat... Weet je, als je rechtermuisknop klikt en dan links, dat het dan automatisch loopt? Dat is misschien handig. Ja, dat is handig. Oh, dat is nice. Oh, dan hoef ik, kan ik naar mijn andere hand gewoon lekker drinken. Ja, daarom zo. Ik zat zo even van, zal het lukken? Ik ga wat drinken. Ja, het werkt. Kijk, Gio, wat gaan we eerst doen? Want we hebben drie quests. Zullen we eerst die intro quests doen? Siege to the South. Talk to Carl Sprickly to Ashley Blackwood's threat in the South. Hebben we haar niet, kunnen we niet kijken waar dat op de map is? Ik ben al aan het zoeken. Oeh, wat is dat? Er zit wel een omgeving helemaal rood geselecteerd. Ik denk dat we naar Spiklik's Farm moeten, helemaal onder in de mapkaart. Zullen we daar eens naartoe gaan? Ik denk het ook. Ik denk dat we daar maar gewoon naartoe moeten gaan. Is goed. En trouwens, als je rechts klikt en dan links klikt, dat je loopt, dan kan je op de M klikken en dan kan je door blijven gaan. En dan kan je alsnog met je cursor bewegen. Dat is bij bijvoorbeeld de Warcraft ook. Nou, je ziet alles lopen, jongens. Je wordt achtervolgd door iemand. Echt? Door Almea. Maar hij is hier gestopt. Weg! Ze eng! Oh, maar dit is heel anders dan vroeger, want ik heb toen een ander ras gekozen. Kijk, daar is weer een rode stip op de mapkaart. Zie je hem? Hier links en rechts. Dat zijn die bazen, joh. Dat zijn die spionnen. Echt? Die spies, volgens mij. Ga ik vermoorden, hoor. Oh, hij is gevaarlijk. Hoezo? Nou, hij schoot met iets. Ja, met zijn... maar ik kan niet looten, joh. Hoe moet je dat looten? Niet. Ik heb nog nooit eentje geloot. Iemand vroeg dat ook in een comment van deze game. Iemand had een gameplay op YouTube gezet. Dan kan ik even kijken hoe het eruit ziet natuurlijk. En zei iemand, ken je loot? En ze zei, yes, ja, maar volgens mij loot je automatisch als je iets doodt. Maar volgens mij automatisch als je iemand doodt, zeg maar, dan pak je automatisch spullen op, volgens mij. Maar ik denk dat je gewoon, zeg maar, automatisch loot als je iemand doodt. Echt? Oké. Okay. Ja. Hé, je hebt miet gepakt. Ja, je moet die die heb ik al heel de tijd lopen slachten en zo. Beesten afslachten. Bristol Hyde Picklet. Oh, die heb ik net al heel de tijd lopen vermoorden. Nou ja, nog een keer. Dit is dus een kut spy, hoor. Kom hier! Kom op, jongen. Tjaka, zo. Niet aan leren. Ik heb twee van de vier. Dat is mooi. Oh, ik heb... Hey, ik ook, hè? Nou, zie je, hij telt. Ik denk dat we. Hij telt er toch af en toe wel samen mee. Ja, als we dicht in de buurt zijn bij elkaar. Nee, hey, maar ik denk dat hij bij elkaar telt als we dicht bij elkaar in de buurt zijn. Ja? Ja. Ik weet niet waar je nou bent. Achterin. Kan je op M kijken en dan zie je waar mijn poppetje is. Oh ja. Schuin. Kom maar toe. Ja. Hier zitten een paar beren nog. En de spy. Mag ik even wachten met killen dan? Kunnen we het even uittesten? Ja, ik ben er. Anders kill jij hem ook even met mij samen. Hey, anders kill ik hem even. Maar ik heb drie van de vier, jij? Ja, ik ook. Wacht, kill jij hem eens alleen? Dan wil ik eens kijken. Dan dood ik die spy. Bijna dood. Oh, moet hij niet weglopen? Nou, hij is dood. Ja, ik heb hem ook nu. Oh,
Oké, okay, nice. Tof. We moeten een beetje in elkaars buurt zijn. Dat is leuk ingesteld. Waar moeten we nou heen? Ik denk dat we nog even naar die ring moeten daar. Waar we eerst naartoe zouden gaan, die farm. Oh ja. Ik ga wel door het water. Kan je onder water eigenlijk? Oh, leuk, ik zwem. Kijk nou. Oh ja. Hey, Gio. Je zwemt ook echt heel raar, zie je dat? Het helemaal schuim met je lichaam. Maar je kan zo ook, hoort het ook springen in het water, zeg maar, kijk. Ja, klopt. Maar je kan ook springen. Ja, maar volgens mij kan je ook springen. Hoe? Oh, die duskwolf staat op te wachten, zie je? Maar die is blauw weergeven, dan zijn ze best wel slap, zeg maar. Dan raadt de game hem niet aan om echt, zeg maar, te slaan. En Carl Springley, daar staat hij. Hallo meneer, het lekt zelfs een klein beetje. Zo. Oh, wauw. Ja, nou, als je hier in de buurt komt. Ja, nou, had je het ook even een beetje lek? Ja. Go to combo for plate for 8. Oké, dat gaat weer over die wond, hè? Dat gaat over die wond. Zie je dat? Je kan hier gelijk met iemand praten. Oh ja. Nieuwe quest, ja, we moeten even kijken. Het is weer een nieuwe quest, hè? Moet wat het een heeft beetje die nou weer dan? Wat boven dat? Dat is een verkoper, denk ik. Oh. Oh ja. Cel. Ik heb al dingen verkocht. Hé, hey, die wooden cloak, die ga ik aandoen. Doe je met item. En dubbelklik. Kijk, ik heb hem aangetrokken. Oh, ik heb een capeje. Ja, ik ook. Nice. Even kijken, kan je ook daar naar binnen naar? Even kijken wat hier nog is. Daar staat wel een vlag weer daar. Ik ga er eens kijken of we daar weer iemand moeten verslaan of zo. Net als vorige keer, maar hadden we ook een vlag, toch? Klopt, ja. Even kijken hoor. Maar die vlag die staat hier, waar ik nu sta. Maar er is hier gewoon niks. Nee, niks. Nou ja, jammer dan. Maar boven een ladder, maar daar kan je en niet en mevrouw Holly. Wat zegt mevrouw Holly? Oké, die zegt niks. Die staat er gewoon onnozel in deze farm. Die staat gewoon een beetje te kijken. Zo, kijk die boom daar op de achtergrond. Die is wel echt heel ugly. Die graphics, zie je dat? Als je helemaal in de verte kijkt. Oh ja. Oh, die verdwijnt ook in één keer. Oh, oh nice. Die verdween, zag je het? Ja, het is wel, zeg maar, terwijl ik hier loop, dan groeien er in één keer planten ofzo. Want er verschijnen in één keer allerlei planten. Hier heb je wel weer zo'n Browns Valley. Daar stond die ene. Kijk, want er staat een... De ring staat hier. Zie je de ring ook, dat die naar die kant toe staat geweest? Ja. Dus oh, daar ligt iemand op de grond. Ja, oh. Oh jee. Uh-oh. Is die niet gewond? Ja. Examine lifeless body. Ik denk dat dat bij die quest hoort. Thornton Woody has been murdered by Blackwolds. Oké. Okay. Dat is niet zo best. Ik dacht die heeft zijn tijd wel gehad, maar die... Ik denk die ligt gewoon lekker te slapen, nee. Die is gewoon hartstikke dood. You've reached 5th level without being defeated in battle. Oké, okay, ik heb een medaille gewonnen. You will now be known as the Vinstal the Worry to those you meet in your travels. Ja, ik heb zeg maar level 5 geworden zonder dat ik verslagen ben. Nice. Waar stond die hier? Hier ligt weer iemand op de grond. Waar dan? Oh, daar. Ik zie ook een ringetje. Is die ook niet vermoord? Die ook, volgens mij. Ja, die ook. Die is ook dood. Doet niks ook aan ook gemurderd. Oké, okay, dat is een hele... Oh, veel moorden gepleegd. Dit is een zaak voor de kok. Voor de kok. Oké, zijn er nog pak meer... Pak jij alvast een hoedje? Vroeger was ik altijd bang voor het intro van Baantje. Waarom? Ik weet niet, je zag iemand op een gegeven moment zag je dood liggen met een mes in zijn lichaam. Ik weet niet, toen ik klaar was vond ik dat gewoon eng. Raar. Eén van de vier. Kijk. Ik heb er al twee. Oh, serieus? Je bent al eens aan het verzamelen weer? Ik verzamel alles wat ik kan verzamelen. Hoppakee. Trin is een XP. Oh, lekker veel XP die. Maar waar vind je die bosjes dan? Die planten, want, ja. Maar hier zo. Oh, hier weer. Hier waar ben je? Een greintje. Oh, je loopt al verder daar. Oké. Okay. Ja, ik sta hier beneden. Bilberry Bush. Ook zie hem staan. Nou, aan de overkant staat er een. Ik pak deze. Twee van de vier. Ja, ik heb er vier. Nu moeten we nog één iemand zoeken. Oh, ik moet ze zelf plukken. Drie van de vier. Hebben we nog een bosje ergens hier? Even zoeken. Lol, er zit een varkje in het water. Kan ik hem aanvallen? Ja, varkjes in het water, joh. Nou, hij is aan het zwemmen en dan ga jij hem aanvallen.
Ik hoop dat als we hoger level worden, dat we dan naar Rowie kunnen reizen. Ja. Maken we er gelijk af. Oh. Echt hè? Nou... Ja, je bent... Ons ras is superieur, Rowie. Kunnen niet zomaar... Al heel de hobbits... We moeten nog één iemand zoeken. Ik zie wel een ring op de... Ja, ik moet ook nog een bosje. Ik moet nog een bosje, joh. Daar zie ik hem al. Ja. Oh, ik word aangevallen. Daar kijken. Een apie. Want volgens mij ligt daar iemand. Zit er een serieus een spy achter me aan? Oh, er zit een spy achter me aan. Handig. Ja, die Blackwold, die hebben ruzie met ons, hoor. Maar die zijn super zwak, die gasten. Ja, die vinden ons niet zo lief. Nee, sowieso niet. Nou, ik heb... Ja, ik heb de volgende dooier gevonden. Ja? Ja, ik wacht op je. Daar kom ik naar je toe. Ja. Ik heb nu 4 van de 4 bosjes. Kijk hoor, jij staat daar. Auw. Kan ik op jouw naam klikken en dan zeg ik follow. Kijk, als ik rechts klik op je naam, dan kan ik followen. Hoef je niet eens meer te lopen. Zo. En zo kan je elkaar wel terugvinden. Dat is wel easy. Oh, er komen ook gelijk 2 mensen achter me aan. 2 Black Riders. Maakt niet uit. Gio? Ja? Breed je voor op een aantal spies die achter me aankomen. Wordt het bij jou in één keer ook zo donker hier? Dat weet ik nog niet. Ik weet dat er een paar spies achter me aankomen. Oh. Zal ik je even komen helpen? Ja, anders kom je even helpen. Zo, 4 gelijk ook, hè? Wat heb je gedaan? Ik weet niet, ik liep naar jou toe, dat mag niet. Raar. Even zwerven. Oh, ik ben level 5. Nice. Oh, het wordt donker hier. Ik denk ga maar naar dat lichaam toe, dan pak ik die wel. Oh. Oh ja, is goed. Maar hij valt mij aan. Stomme spy. Maar die spy doet nu helemaal niks meer. Het wordt hier ook een beetje donker. Het is realistisch hier. Ik denk dat het door de boom ook... Oh, het wordt donker, ja. Ja. Als je hier omhoog loopt, dan wordt het in één keer donker. Nee, maar het wordt overal donker. Kijk. Oh nee. Huh? En als je wegloopt dan wordt het weer licht. Ja, ik snap het niet. Misschien zit daar wel een donkere kracht. Oh nee, Sauron. Sauron misschien wel. Oké, okay, waar moeten we heen, Gio? Wat hebben we nu gedaan? Even de quest te kijken, hoor. Sweet Bilria Tea. Daar moeten we... Maar die moeten bilberries we weer voor. Nou, die kunnen we voltooien. Oh, er staat een veetje voor als we voltooid hebben. We moeten alleen... A plea for aid moeten we hebben. The Combo Gate is not far on the west of Spriggly's farm. The Combo Gate, waar staat die? Ik weet het niet. Ik denk dat we... Ik zie hem al, ik zie hem al. Zullen we daar naartoe gaan? Ja. Follow me. Hallo. Daar vind je stel de worry. Ja. Dat boven je naam. Kijk maar, als je op M klikt, dan zie je daar linksonder een gate staan. En staat er ook toe Combe. Dus ik denk daar staat ook een ringetje op. Oh, ik zie het, ja. Dus als we die dan doen... Dan denk ik dat we eerst even beter langs die farm kunnen, want daar staat ook een ring. Want we komen er toch langs, weet je. Dan kunnen we gelijk de quest inleveren. Nou, we kunnen beter eerst naar die farm gaan. Want ja, daar staat zo'n ringetje en dan kunnen we net zo goed gewoon inleveren. Nou, zullen we anders gewoon even eerst naar die farm gaan? Ja, is goed. Wel een mooie dag. Ja, nou, ja, het is mooi, hè. Moet je kijken. Ja. Het is best wel een mooie game, hoor. Hé, ik vind hem best wel leuk uitzien. Hallo, mevrouw de Wheatland. Wow, je kan veel kiezen? Zo. Wat zal ik doen? De dagger? Of de homeblade? Die zijn 1 zilver waard, hè? Just saying. 7 van de 12 schade. En gewoon kijken wat auto attack. Damage doet. Ik denk dat zwaard, die kies ik, ja. Het zwaardje kies ik, want die heeft de auto zwaard damage. Zwaard ook de meeste... Ja, hè? En dan verkoop ik aan die man hier, verkoop ik dan mijn andere gereedschap. Dat houdt een beetje netjes, hè? Oh ja. Oh, ik heb bijlen verkopen die ik nog heb. Echt, hè? Cel. Kijk, die dagger. Maar ik heb nog schoenen of zo, hè? Die kan ik nog aandoen. Zo. En dan heb ik schoenen... Ik ga gewoon al mijn oude spullen... Nou ja, die andere die haal ik gewoon... Die verwijder ik gewoon. Die verkoop ik niet eens. Dat is maar 1 bron. Zo heb ik niks aan. Die andere heb ik allemaal weggedaan, dus niet verkocht. Oké, wat kunnen we nu doen? Ik druk op de M. Nou, dan moeten we naar die dingen toe. Die ring. Wacht op jou. Go. We kunnen. Kijk, die alheren. Zo, in één keer klap doet hij... Nou, wat level is hij? Dan is hij waarschijnlijk overpowered. Oh, nu is level 4 maar, hoor. Serieus? Ja. Zo, en die kan hem wel in 1 slok aan. Maar wij zijn wat sterker, hè. We hebben meer armor. Zo, lekt een beetje.
Als je hier in de buurt komt, hè? Ja, dan komen al die mooie bloemetjes hier. Die bloemen die spontaan in één keer groeien als je er langs loopt. Echt, hè? Zijn dat niet... Oh, is dat niet negativiteit hier? Do you want the people hierheen? Of come to help you? The only gate is blocked. Kunnen ze aanvallen? Nee. Wat moeten we hier doen? Even de quest lezen hoor. Carl Sprigley is in his farm in the southernmost tip of Archie. So you return to Carl and inform him that the road to Combe is blocked at the gate. And Archie will be on his own. Oké, we hebben nu dus gezien dat hij is geblokkeerd, die gate. En we kunnen niks anders doen dan gewoon teruggaan. En het vertellen aan hem. Van ja, je kan niet door die gate heen, want... Gate! Laat ons er gewoon niet door. Gaan we gelijk langs die ene. Langs die... Even kijken hoor. Langs bij die schaapherder. Want die heeft natuurlijk ook nog... daar moet voor mij ook wat voor inleveren. En sowieso naar Arshit. Je kan zeggen wat je wil, maar de quest vind ik wel leuk hoor. Dat is waar. Want ik heb Wild of Arkham natuurlijk een paar keer gespeeld nu. En het is natuurlijk wachten tot het eindelijk eens gratis wordt ooit. Natuurlijk gaat het ooit gebeuren, hè. Sowieso wel, sowieso. En dat ze gewoon transacties in games doen, dat maakt het ook wel aantrekkelijk. Ik weet zo, ik durf te wedden, als World of Warcraft is zo sterk, vind ik, de game, dat als jij transactie doet in games, dat ik er ook wel sowieso transacties voor zou betalen. Maar dat iedereen sowieso wel transacties gaat doen. Dus dat mensen kleding kopen of extra dingetjes. Nou, hier is niks. Kijk dat schaapje, die ligt. Fucking droog. Oh, hij had niks wat we in kunnen leveren. Nee, dan moeten we gewoon. Dan jammer. Is alles in Arshit. In Arshit. Sowieso. Arshit is een place to be. Eigenlijk, we hebben nou gewoon van die Mundo. Hebben we gewoon zijn lunch gehaald, hè? Want we moeten zijn lunch terugbrengen. Echt, jongen. Dat waren de dingen die we wel terug nog. Ja, ze zijn gewoon lui hier. Echt, hè? Allemaal lui mensen. Staan ook gewoon stil op een plek, hè? Nou, hier eerst die vrouw. Nou, Field Mushrooms. Die heeft weer een nieuwe quest. Daar wacht ik nog maar even mee. En hij? Nou, hij heeft geen nieuwe quest meer. Mooi. Dat scheelt weer. Waar moeten we nou heen dan? Make sure that Amdeer drinks the bilberry tea. Oh, we moeten natuurlijk naar Amdeer. Dan moeten we dat thee brengen natuurlijk. Want hij is gewond, Amdeer. Ga opzij. Een gift voor Amdeer. Return to Celine. Oh, dan moeten we terug naar? Jeetje. Ze staan tegenover elkaar. Echt niet even zelf, hè? Echt, hè? Ze liggen tegenover elkaar. Nou, ik heb wel wat gekregen, hè? En ik ga eens kijken in de inventory. We hebben twee ringen. En ik denk dat je die allebei om kan doen. Yes. Oké, ik heb twee ringen om. Ik ook. Nou, dat is mooi, want dan is mijn inventory een beetje... En dan moeten we nog eentje. Carl Sprigley is in his farm in the southernmost tip of Archet. Return to Carl. In his farm in the southernmost tip of Archet. Southernmost. Waar is dat? Is at his farm. Ik kijk even op de M. Ik denk dat dat gewoon weer die boerderij is daar beneden. Die Springley's farm. En daar zie ik wel een... We kunnen ook even Hunting Lodge kijken nog even. De plekje, nou, de plaatje. Daar zie ik geen ringetje staan. Bij die Springley's farm... zie ik wel een soort ring staan. Oh ja, een rode. Ja, maar misschien dat ze bij Hunting Lodge nog een quest hebben. Dus zullen we daar even kijken? We kunnen wel even kijken, ja. Hey, anders gaan we dan even daar paardje. Kijken. Kun je paardje? Zo, dat is best wel gaaf gedaan met die spieren, hè? Oh. Sorry. Nee, dat vond ik wel vet gedaan. Nou, we gaan een nieuw plekje ontdekken. Ontmoeten. Nou, we ontmoeten heus wel dingen hoor, Gio. Dat is wel weer gek, maar... dit is een nieuw plekje waar we nu naartoe gaan. Benieuwd hoe het eruit ziet. En hier links ook een hele grote heuvel. Grotisch. Met bomen erin. Drie bomen staan erin, zie je dat? Vier bomen staan hier. Als je op de M kijkt, heel droog, zie je een paar boompjes staan. Hier staan veel meer bomen hoor. Oh ja, zo bedoel je. Denk al bomen, waar heb jij nou weer over? Oké, en daar is, even kijken, hoe heet dat ook weer nog een keer? Hunting Lodge, daar gaan we natuurlijk naartoe. Ik ga er gewoon rechtop af. Kijken of er nog wat beesten zijn. Marshfly, level 5, ik ga hem even killen. Wat is dat dan? Ja, marshflies. Wat voor gehandicapte mug.
weet het niet. Zo. Oké. Okay. Oh, we gaan maar zwemmen. Oh, je kan daar naar binnen daar. In die gracht. Zie je dat daar? In dat soort van... daar ben ik ook wel benieuwd naar. Je bent nog steeds AFK. Is dat AFK Geo? Ja, bij jou ook. Oh, dan moet je denk ik... AFK doen. Zo, so, you are no longer AFK. Oh ja. Mooi. Tof. Grappig. Goed. Oké, ben benieuwd wat daar is. Je kan ook helemaal niet onder water. Zie je wel een mooie schaduw? Op de bodem. Alti Spiderbane? The fuck? Kunnen we naar binnen? Zullen we even kijken? Naar binnen. Het is sowieso jammer dat je niet even... Hey, een quest! Echt? Team Turban, talk to John Brackenboot at the Hunter's Lodge. New quest, a little extra never hurts, part 1. Oké, okay, klaar. Je moet tegen hem praten, oké. Okay. Wauw. Unlock. Oh, dat is voor dat geld natuurlijk. Dat je wat kan kopen, dingetjes. Maar wij hebben geen punten. Oh, dat vind ik zo stom. Moet je een quest moet je unlocken. En die moet je dan betalen. Nice. Nou, leuk. Dat gaan we dus niet doen. Heet niet voor niks. Niets de gratis games, hè? Op het kanaal. Oh, leuk dit. Keldertje. Zo. Dat is een flinke beer. Een rode beertje. De bruine beer. Robbie beer. Robbie beer. Robbie ligt op de tafel. En hier ligt nog een... ja, een grote evenzwijn. Nou. Zo, ze hebben genoeg eten hier, geloof ik. Zo verlopen we niet met de jaren hier. Maar sowieso, die beren, die leven hier toch niet, van die grote? Ik ben ze nog niet tegengekomen. Ik wil toch even aan de overkant kijken, snel, Gio. Ik ben benieuwd wat daar is. Oh, buiten kunnen we trouwens met iemand praten. Zie ik een ringetje? Of is dat in het gebouw? Ik denk dat het gewoon in dat gebouw is. Oké. Okay. Jij zag hem ook, hè, dat ringetje? Ja, ik zie hem ook op de map inderdaad. Hé, hey, een spin zie ik in de verte. Level 6. Oeh, spinnen. Die gaan we eens verslaan. Hoppakee. Oh, class traits. Hé, hey, je bent level 6. Ja. Outfits? Hoppakee. Die beesten krijgen wel steeds meer levens. Leuk, hè? Steeds een stukje moeilijker. Maar kijk hoeveel wij hebben dan. Ja. 500 heb ik nu. Ik heb 450. Ja, dat is niet normaal. Oh! Nou, ik blijf die spin even afslachten hoor. Ja, echt, lekker XP'tje voor. Hoeveel krijg jij? Ik krijg net 26. Oh wauw. 26, ja. Ik ben wel bijna level 6. Kijk, dit is wel lekker even trainen, joh. 6. Ik zie daar een grot, Gio. Een grot. Geheime grot. Ja, ja, even kijken wat daar is, joh. Pinnetje of slacht hier. Nooit zo'n grote spin gezien. Echt, hè? Het is gewoon even groot, maar wij zijn hobbit, hè? Ja. En misschien dat het daaraan ligt dat alles kleiner is. Ja, level 6. Goed zo. Kijk, dan levelen we een beetje bij elkaar, hè? En Roy, welk level ben jij? 6. Ook al. Ja, maar ja... Hier gewoon door niks te doen. Verschil, Roy hoeft gewoon niks te doen. Kunnen we hier naar binnen? Oh, geen grotje. Oh, ik dacht een kelder hier. Waar gaan we heen, joh? Volgens mij lopen we helemaal met gewoon een omweg naar Archet toe zo. Volgens mij is dit een geheime route, ja. Oh wacht, je kan gewoon niet verder hier. Je staat bij de muur van Archet. Wel hier een event hier. Dat is ook een quest denk ik hoor. Kijk eens. Oeh. Wow. Je ziet er niet zo gezond uit. Kijk dat gezicht van hem. Hij speelt muziek. Kijk dan. Wat? What the fuck? I just seen. Ga je zo teruggaan? Ja. Oké, okay, ik ga de video afsluiten, want we hebben best wel veel gespeeld. Ik bedank iedereen voor het kijken naar deze extra lange video.
van de gratis games. En dit is dus Lord of the Rings Online. Check even in de beschrijving als je mee wil spelen. Of als je gewoon deze game wil proberen. Want het ziet er echt verschrikkelijk leuk uit. En ja, gewoon echt al gelijk aan te raden. We gaan zeker nog wel wat meer video's hiervan maken. En wie weet speel jij wel mee in de aflevering. Dus registreer je onderaan in de link. En je kan hem downloaden via Steam. Of via de website die erbij komt. En Gio, we gaan nog even doorspelen, toch? Wij gaan zeker nog even doorspelen. Tot de volgende keer. Doei doei. 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 Hallo? Hallo.